We geven hier de selectiecursus en deze dag hebben we hier de examens. Er zijn steeds meer aanmeldingen omdat de laatste jaren het virus van bond steeds meer weer aanwezig is in Aardappelen. We hebben nu de laatste 2 jaar hebben we droge jaren gehad met virusinfecties door de luizen. En daardoor is er ook meer behoefte aan een goede selecteur die dat virus ook kunnen vinden. En in die jaren hiervoor werd er veel meer geselecteerd op bacterieziek. Ja, bacterieziek dat kan bijna iedereen. Alleen virus, dat is toch wat specialer werk. Selectiecursus is belangrijk om de basis te weten van wat moet ik eruit selecteren. En je hebt heel veel rassen en elke ras heeft zijn eigen symptomen. En dan is het belangrijk om ook te weten van welke symptomen welke rassen hebben. De examens houden in dat wat wij hun geleerd hebben om het herkennen van bont en bladrollen en vermenging. Om dat in de praktijk dus te laten zien dat ze dat kunnen vinden. En daarvoor hebben we veldjes uitgepoot waar zieke planten in staan. En die zieke planten moeten ze nu dus aanwijzen en opschrijven. En zo kunnen wij zien dat ze de cursus goed gevolgd hebben. En dat ze de herkenning van ziekten en planten dat ze die goed in beeld hebben. Een goede selecteur die moet goed kunnen onderscheiden. Die mag niet kleurenblind zijn. En hij moet rustig zijn en de gewassen goed beoordelen. En niet onzeker zijn. Je moet wel zeker zijn van zijn zaak. Van wat is ziek en dat moet eruit. En selectie dat is kijken en vergelijken. Je moet over het gewas heen kijken en in het gewas kijken. En op die manier moet je de uitzondering eruit halen. En als je dan een uitzondering ziet, dan moet je dus bepalen van ja, is dat bont of bladrol of iets anders. En deze veldjes die hebben we dus bewust zo gepoot, dat daar duidelijke zieke bont in staan. En we moeten duidelijk zijn, dat zeggen we ook tegen de kandidaten. De ziektebeeld wat je ziet, het moet duidelijk zijn. Want anders dan begin je een beetje op te zwalken. Als je alle lichte planten zegt die zijn ziek, dan kom je er niet uit. De planten die erin staan, die zijn duidelijk. We staan hier voor de lesvelden van de selectiecursus. Deze worden speciaal aangelegd voor de selectiecursus. We beginnen hier even met de grootste rassen. En die kunnen ze ook krijgen op selectiecursus. Een stukje rasherkenning. Hierachter hebben we wat veldjes gepoot wat mutanten zijn. En die mutanten die komen alle jaren weer terug in die mutantenvorm. Dat is in de genen vastgelegd en deze mutanten moeten er ook uitgeselecteerd worden. Vervolgens gaan we dan over naar bladrol. Hier hebben we gezonde planten staan en bladrolplanten. En hier zie je ook heel specifiek een mooie bladrolplant. Hij is licht in de kappen, hij is stijl in de kappen en onderin begint hij te krullen. En dat is een specifieke vorm van bladrol. Daarnaast hebben we hier ook een gezond veldje staan. En hier zie je ook dat de primaire besmetting vorig jaar er behoorlijk is geweest. Want hier zie je dus de planten vergelijkt met elkaar, zie je hier een hele mooie bonte plant staan. En hier zie je nog 2 bonte planten staan die dus een primaire besmetting hebben gehad van vorig jaar. Niet iedereen slaagt, dat zou wel mooi zijn, want dit is toch een specifiek beroep. Het ene jaar een beetje afhankelijk van welke groep komt op een selectiecursus, hebben ze wat ervaring. Maar je hebt heel veel, we hebben nu ook een school erbij en die hebben weinig tot geen ervaring. En dan is het slagingspercentage gaat dan ook wat naar beneden toe. Maar het is hetzelfde een beetje met autorijden. Als je geen ervaring hebt, dan is het lastig om het rijbewijs te halen. En ik denk rond de slaging, rond de 75% ongeveer. Met de coronatijd hebben we nu afgesproken dat wij in die 1,5 meter afstand proberen te houden. En we hebben nu de groepjes hebben we in kleinere groepen ingedeeld. Anders hadden we de lessen hadden we in 1 keer de hele groep bij elkaar en dan verdeelden we dat over het veld. En nu hebben we de lessen hebben we in 3 keer ingedeeld. En hebben de lessen hebben we wat ingekort naar een uur toe. En hebben we dus nu 4 tot 5 personen per les. En dan heb je ook wat meer individuele onderricht.